Tot nu toe hebben we gekeken naar de industrialisatie en ontwikkeling van de burgerrechten in de Verenigde Staten. Een derde pijler van het eindexamenonderwerp is het buitenlandse beleid van de VS en daar zullen we in deze video eens naar gaan kijken. En dat buitenlandse beleid, dat was er heel lang eigenlijk niet, want tot het einde van de Amerikaanse burgeroorlog hield de Verenigde Staten zich vooral met zichzelf bezig. Ze voerden een politiek van isolationisme. Daar zit het woord isolatie in. Het liefst bemoeiden de Amerikanen zich zo min mogelijk met het buitenland. Ze isoleerden zich er graag van. En dat deden ze niet omdat ze geen interesse hadden in het buitenland, maar juist omdat ze nog bezig waren om hun eigen land uit te breiden en te versterken. Ze waren nog steeds bezig met de uitbreiding van de Verenigde Staten door het verleggen van die frontier, die grens, steeds verder naar het westen toe. En een belangrijke mijlpaal in die uitbreiding van de Verenigde Staten was het jaar 1869. In dat jaar kwam namelijk de eerste transcontinentale spoorlijn gereed. De eerste spoorlijn die helemaal van de oostkust doorliep naar de westkust. Daarmee werd eens te meer duidelijk welke belangrijke rol de Verenigde Staten op het Amerikaanse continent innamen. En dat sloot natuurlijk goed aan bij een idee dat we al eerder hebben gezien, namelijk dat idee van die Manifest Destiny. Dat idee dat de Amerikanen hadden dat zij waren voorbestemd om het hele Noord-Amerikaanse continent te beheersen. Dat is ook wat we hier op het schilderij van John Galt zien. Vanuit het oosten, rechts dus op het schilderij, trekken de Amerikanen met hun vooruitgang langzamerhand licht richting het nu nog donkere westen om dat ook te gaan beschaven. En die Amerikanen vonden ook echt dat dat Noord-Amerikaanse continent en dat het Amerikaanse continent sowieso aan hun toe behoorde. En daarom moet ook de Monroe-doctrine opnieuw even genoemd worden. Die hebben we al eerder gezien. Die president Monroe die daarmee kwam, die zei eigenlijk dat Europeanen zich niet met de zaken moesten bemoeien die op het westelijk halfrond zich afspeelden. Dan zouden de Amerikanen dat ook niet doen met de zaken die zich op het oostelijk halfrond afspeelden. En dat zie je ook op die prent. Je ziet daar Western Hemisphere staan en dat staat voor het westelijk halfrond. En nou ja, daar staat dus Uncle Sam bij, hè? Die houdt daar een beetje de controle over dat westelijk halfrond. En die mannen die daar op dat oostelijk halfrond staan, dat zijn de Europese volkeren. En die moeten daar ook lekker blijven. Dat zei de Monroe-doctrine eigenlijk. Bemoeien met je eigen halfrond. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus het lijkt wel alsof de Amerikanen nauwelijks interesse hadden in het buitenland. Alsof ze zich dus echt aan dat isolationisme hielden. Maar in de tweede helft van de 19e eeuw begint de visie van de Verenigde Staten op het buitenland toch echt te veranderen. Een tweede helft van de 19e eeuw is namelijk ook de periode van modern imperialisme. Die periode waarin heel veel grote mogendheden proberen om een groot rijk te krijgen. Dat doen zij door gebieden in Afrika en Zuidoost-Azië onder hun invloed te krijgen. De Verenigde Staten gaan daaraan meedoen en daar hebben zij verschillende redenen voor. Op economisch gebied speelt die hele snelle industrialisatie van de Amerikanen een rol. Want ja, daardoor hebben zij natuurlijk grondstoffen nodig die ze uit de koloniën kunnen halen. Maar vooral ook nieuwe afzetmarkten om hun producten te verkopen. En de Amerikanen gingen dus op zoek naar nieuwe afzetmarkten. Die gingen ze dus openen. Die probeerden ze zoveel mogelijk ook te beschermen. Zodat ja, dat ook een vaste afzetmarkt was. En het liefst probeerden ze die afzetmarkten ook nog te overheersen. Zodat ze zeker wisten dat ze er altijd hun producten konden verkopen. Op politiek gebied zie je dat de Verenigde Staten ook mee willen tellen in de wereld. Ze willen serieus genomen worden door de andere landen. De Amerikaanse macht moet dus versterkt worden. Ze willen aanzien. En op cultureel en ideologisch gebied zie je dat ze het belangrijk vinden, of dat zeggen ze in ieder geval, dat die Amerikaanse waarden als vrijheid en een vrije economie en dergelijke, dat die over de rest van de wereld verspreid worden. Ik zei net al dat vooral na afloop van de burgeroorlog de Amerikanen zich met buitenland gaan bezighouden, maar het eerste grote succes van de Amerikanen vindt al in 1853 plaats als admiraal Matthew Perry door een aantal militaire interventies de Japanse markt voor westerse mogendheden weet te openen. Japan was altijd een heel erg gesloten land geweest, zeker voor westerlingen. Alleen de Nederlanders hadden een hele beperkte toegang eigenlijk tot de Japanse economie. En nou ja, Perry weet het dus voor elkaar te krijgen in 1853 dat dat ook voor de Amerikanen en andere westerse landen geldt. Een eerste succesje, maar voor veel grotere successen zal een hele belangrijke beslissing van het congres nodig zijn die in 1883 genomen wordt. Het congres geeft dan de opdracht voor de bouw van de moderne oorlogsvloot. De Amerikanen zijn erachter gekomen dat als ze hun vloot niet moderniseren, ze achter gaan lopen op landen als Engeland en Duitsland. En de VS kreeg hierdoor de mogelijkheid hun overzeese handelsbelangen te beschermen en een overzeesrijk op te bouwen.
En de eerste keer dat de nieuwe vloot hiervoor werd ingezet, was in 1893 toen de Amerikaanse marine Hawaii bezette. Hawaii was een onafhankelijk koninkrijk, dat werd dus in 1893 veroverd en daardoor werd het bij de Verenigde Staten gevoegd. Maar het moment dat de Amerikanen zich echt aan de wereld toonden, volgde 5 jaar later, toen de Spaans-Amerikaanse oorlog uitbrak. Dat conflict, dat begon rondom het eiland Cuba. Dat was een Spaanse kolonie, maar Cuba had hele sterke banden met de Verenigde Staten. Er woonden veel Cubanen in de Verenigde Staten, andersom waren er ook veel Amerikanen die op Cuba woonden, en er waren veel handelscontacten. En de Cubanen waren al tientallen jaren bezig om onafhankelijk te worden van de Spanjaarden, en het was dus heel erg onrustig op Cuba. Daarom stuurde de Amerikaanse regering begin 1898 een oorlogsschip naar Cuba toe om daar de Amerikaanse staatsburgers te beschermen. Kort na aankomst ontplofte dat schip, er kwamen 266 Amerikanen om en de Amerikanen gaven daar de Spanjaarden de schuld van en de oorlog tussen Spanje en Amerika brak uit. Door de moderne oorlogsvloot wisten de Amerikanen die oorlog gemakkelijk te winnen en Cuba werd een Amerikaans protectoraat. In naam was het onafhankelijk, maar in feite stond het dus onder hele grote invloed van de Amerikanen, zoals ook uit de volgende punten blijkt. De Amerikanen mochten soldaten op Cuba legeren. Zo kwam er een Amerikaanse legerbasis in de plaats Guantanamo. Daarnaast mochten de Cubanen geen buitenlandse verdragen afsluiten zonder dat die waren goedgekeurd door de Verenigde Staten. En als het onrustig werd op Cuba, of de Amerikanen vonden dat het onrustig werd op Cuba, dan zouden zij in mogen grijpen. En hier zien we dus dat de Amerikanen hun invloed in Latijns-Amerika beginnen uit te breiden. Komen we dadelijk nog op terug. Dit is één kant van de Spaans-Amerikaanse oorlog. Aan de andere kant werd er ook in de Stille Oceaan rondom de Filipijnen gevochten. En de vraag in Amerikaanse politiek was of dat nou wel zo verstandig was. Er vond een heftig debat plaats tussen voor- en tegenstanders van het imperialisme. Moeten wij ons als Amerikanen nou wel zoveel met de rest van de wereld gaan bemoeien? Uiteindelijk wonnen de voorstanders van het imperialisme dat debat. En die Filipijnen, die ook een Spaanse kolonie waren, die werden veroverd door de Amerikanen. En die Filipijnen worden een Amerikaanse kolonie. Amerika gaat echt meetellen als wereldmacht. Zeker in de periode dat Theodore Roosevelt president is. En die Roosevelt is, zoals je aan het olifantje ziet, een republikein. Onder zijn leiding worden de Verenigde Staten pas echt een wereldmacht. Waarom doen ze dat? Nou ja, ze vinden steeds meer dat de Amerikaanse belangen beschermd moeten worden ten opzichte van de Europese belangen. Die botsen nogal eens met elkaar. En dat zien we in twee gebieden in de wereld terugkomen. Ten eerste groeide de invloed van de Amerikanen in Latijns-Amerika. Dat is Midden- en Zuid-Amerika, we zagen daar Cuba net al als voorbeeld van. En ook in Oost-Azië gaan de Amerikanen aan de slag met de zogenaamde Open Door Policy. Kom ik dadelijk ook even op terug. Maar eerst even naar Latijns-Amerika. Hier zie je een kaartje van dat gebied. En je ziet vanuit de Verenigde Staten zie je allemaal zwarte pijltjes met jaartallen lopen. En die pijltjes staan voor allemaal Amerikaanse acties, militaire acties, in die verschillende gebieden om daar meer invloed te krijgen. En als je naar de jaartallen gaat kijken, ja, dan zie je dus dat die Amerikanen heel erg bezig zijn om hun invloed in Latijns-Amerika uit te breiden. We gaan even naar één punt in het bijzonder kijken. Het hele smalle landje Panama. Daar werd in 1903 het Panama-kanaal aangelegd. Panama hoorde heel lang bij Colombia, maar het land wilde onafhankelijk worden. En de onafhankelijkheidsstrijd werd gesteund door de Amerikanen. Waarom? Nou ja, de Amerikanen wilden graag meer invloed daar in Panama, want ze wilden heel graag een kanaal aanleggen dat de Atlantische Oceaan met de Stille Oceaan zou verbinden. Nou ja, en dus door die Panamese rebellen te steunen en uiteindelijk Panama onafhankelijk te laten worden, kregen de Amerikanen het recht het Panama-kanaal te bouwen en onder Amerikaanse heerschappij te houden. En het Panama-kanaal was van groot belang, zoals ik even op dit kaartje zal laten zien. De scheepvaartroute tussen de havens van New York en San Francisco was tot 1903 21.000 kilometer lang. Je moest namelijk helemaal om het Amerikaanse continent heen varen, dus ook helemaal om Zuid-Amerika heen. Door de aanleg van het kanaal werd die route verkort tot slechts zo'n 8.000 kilometer. En dat levert natuurlijk heel veel tijdswinst en dus heel veel economische voordelen op. Nou, de Verenigde Staten gingen zich ook met China bemoeien. Daar gingen ze dus die zogenaamde open door policy invoeren. Het open deurbeleid, als je het letterlijk vertaalt. En wat we hier op deze afbeelding zien, zijn verschillende landen. De man achter,
dat die staat voor China. En daarvoor zitten allerlei andere mogendheden. Vooral Europese mogendheden. Engeland, Duitsland, Rusland, Frankrijk. Maar dus ook Japan. En die landen op de voorgrond, die proberen eigenlijk China onder elkaar te verdelen. Ze proberen steeds meer invloed in China te krijgen. China was heel lang afgesloten geweest van de rest van de wereld. En die landen waren bezig om exclusieve economische rechten te verwerven in China. En de Verenigde Staten zagen dat als een bedreiging voor hun toegang tot de Chinese markt. Ze riepen erom de anderen op China intact te laten en de deur naar de Chinese economie voor iedereen open te laten. De Chinese markt moet vrij toegankelijk zijn voor alle landen. Dat is de kern van de open door policy. Er is in China natuurlijk sowieso heel veel verzet tegen die toenemende buitenlandse invloed. En in 1900 leidt dat tot de Boxeropstand. Een hele grote opstand onder de Chinese bevolking tegen de westerse invloeden. En de Amerikanen die besluiten militair in te grijpen. Ze sturen troepen om die Boxeropstand neer te slaan. Maar ze kunnen niet voorkomen dat delen van China in handen komen van de Europese landen en van Japan. En de Amerikanen die krijgen geen exclusieve rechten in China. Een laatste beslissende periode die in deze video nog even genoemd moet worden, is de periode van de Eerste Wereldoorlog. Daar hebben we al eerder naar gekeken. Woodrow Wilson was dus president tijdens die oorlog. En de Amerikanen bleven heel lang buiten die oorlog. Ze bleven neutraal, ze vonden het vooral een Europese oorlog. En daarbij past dus weer die Monroe-doctrine, maar zeker ook dat isolationisme. Hier gaan we ons niet mee bemoeien. De Amerikanen hadden echter wel een voorkeur voor de Engelsen. Die voorkeur die werd vooral ook openlijk getoond na 1915. In dat jaar laten Duitse torpedo's namelijk het schip de Lusitana zinken. Het is een Engels schip, maar er zijn ook heel veel Amerikaanse burgers aan boord. En 128 van die Amerikanen die komen om. President Wilson die waarschuwt de Duitsers, laat het niet nog een keer gebeuren. Maar anderhalf jaar later kondigen de Duitsers de onbeperkte duikbotenoorlog af. Alle schepen rond Groot-Brittannië, ook Amerikaanse, zouden worden getorpedeerd. En nog in diezelfde maand onderschepte de Britse geheime dienst een telegram van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Zimmermann, dat gericht was aan Mexico. Hij wilde Mexico verleiden tot een oorlog tegen de Verenigde Staten. Ja, en dat was de druppel voor die president Wilson. Toen kon hij niet meer anders. Hij vroeg het congres erop Duitsland de oorlog te verklaren, to make the world safe for democracy, zoals hij het noemde. En het congres stemde daar met overweldigende meerderheid mee in. 90% van het congres was het eens en de Amerikanen gingen meestrijden in 1917 in die Eerste Wereldoorlog.